cavano. Welkom bij Topnames. De gast is Christian Valk. Christian, je bent van hotelchamp.com. Wat doen jullie? Hotelchamp helpt hotels bij het verkrijgen van meer directe boekingen. En dat doen we door bezoekers van websites te overtuigen om een boeking te doen rechtstreeks via een van de kanalen van het hotel. Hey, maar ik ben al zo tevreden met booking.com als vakantieganger. Er zijn veel manieren waarop je een hotelkamer kunt boeken. Wat je ziet door de jaren heen is dat hotels eigenlijk steeds afhankelijker zijn geworden van derden. En dat die afhankelijkheid er eigenlijk voor gezorgd heeft dat zij verder van hun eigen gasten zijn afkomen staan. En daar ben jij als eindgebruiker, als gast, ook niet bij gebaat. Dus waar wij ons op inzetten is dat we hotels helpen het heft in eigen handen te nemen. Een gezonde balans te creëren tussen directe boekingen die ze zelf genereren en indirecte boekingen die ze via derden krijgen. En die gezonde balans zorgt ervoor dat zij een verbeterde winstgevendheid hebben. En belangrijker ook, een versterkte band met hun eigen klanten, gasten. Ja, ze kunnen mij daardoor makkelijk nog weer een keertje benaderen. Of ik kan hen makkelijk benaderen. Er ontstaat één op één contact. Ja. Wat bij een tussenplatform als boeking er niet is. Ja, want er zijn natuurlijk twee zaken. Even los van het volume wat dit soort partijen heeft. Waardoor je als gast eigenlijk al snel een nummer bent. Is dat veel consumenten eigenlijk niet weten dat het hotel helemaal niet beschikt over jouw klantgegevens of over jouw contactgegevens en altijd het platform ertussen blijft zitten. Dus het is voor een hotel heel moeilijk om jou die service te bieden die ze wel jou zouden kunnen bieden als zij van tevoren zouden weten dat jij een reiziger bent die voor de stad komt of dat je met je gezin komt en dat je specifieke wensen of behoeften hebt. Ja. Dan komen er wel meer partijen zoals jullie, hè, die hotels tooling bieden om meer directe boekingen tot stand te brengen. Doen jullie dat ook? Hebben jullie alleen maar softwarematige oplossingen? Of is het ook zeg maar simpele dingen als dat als je direct boekt, dat je dan wel zelf je kamer kunt boeken, wat bij booking.com bijvoorbeeld nooit kan? Hoe werkt het bij jullie? Ik zeg laatst namelijk zo'n soort oplossingen. Die helpen hotels om dit soort oplossingen te zoeken. Dus via booking.com boek je een kamer, je weet niet welke. Weet je, dat wordt bepaald als je aankomt. Boek je direct, kun je gewoon zelf je kamer kiezen met 360 foto's. Die kamer wil ik, klik, geregeld. Ja. Is het dat soort dingen die jullie doen of zijn het andere oplossingen? Nou, onze oplossing bestaat eigenlijk uit slimme technologie, software, zoals je zelf aangeeft. Die software die overtuigt mensen een boeking te doen via een van de kanalen van de hotelier zelf. Hoe doet die software dat? Dat kan zijn wat merk door ik ervan? Ja, nou, de kunst is eigenlijk dat je er zo min mogelijk van merkt. Hè? Want anders zou je het misschien als onplezier ervaren. Oké, maar dus het is optimalisatiesoftware? Het is optimalisatiesoftware. En het is ook software die inspeelt, nogmaals, op jou als gebruiker. Dus bijvoorbeeld, spreekt het wat meer voor zichzelf. Wat je nu vaak ziet is dat een hotel wel een website heeft en vaak ook een booking engine, maar dat voor de rest een tamelijk statisch geheel is. Terwijl er over jou als persoon best wel veel te zeggen is. Hè? Want jij komt met een bepaalde achtergrond op die website en waarschijnlijk op basis van het gedrag wat jij vertoont op die website valt best wel wat te zeggen. Dus specifiek. Jij selecteert bijvoorbeeld een kamer, twee volwassenen, twee kinderen. Daarmee weet ik op dat moment dat jij waarschijnlijk een familie bent. Hè, en dat jij misschien wel behoefte hebt aan zaken die spelen voor families. Dat is iets heel anders dan een zakenreiziger die op een doordeweekse dag komt, gelijktijdig met een congres en in zijn eentje. Nou, en door in te spelen op die behoeftes kunnen we jou als gebruiker voor de hotelier jou verleiden tot het doen van een directe boeking via in dit geval zijn website. En jou een optimale service bieden. Bijvoorbeeld door te zeggen,
wat leuk, u boet als gezin. Heeft u er zo'n behoefte aan? Of bij deze kamer kunnen we u gratis fietsen leveren. En dan kunt u de stad verkennen op een fiets, hè, als voorbeeld. Hè, dus dat merk jij ervan als eindgebruiker. Dat daar software achter zit en dat daar bepaalde technologie achter zit. Dat zou je maar dan niet moet je, moeten werken. Maar die hotels hebben al een website. Hoe werkt dat dan technisch? Want in principe, al die features die jij nu vertelt, die zouden normaal gesproken uit een ander soort website moeten komen. Dus dat gaat niet vanzelf. Nou, dat is een van de sterke punten van onze innovatie, denk ik. Wij kunnen ervoor zorgen dat we met één regeltje code op elke website waar ook ter wereld werken. Dus maakt niet uit wie die website gebouwd heeft van die hotel. Die begrijp ik dan niet, naar aanleiding van het voorbeeld die je net noemde. Ja. Want hoe weet dat ene regeltje code dan of dat hotel eigenlijk wel fietsen heeft die ze gratis kunnen weggeven aan een gezin? Nou, kijk, misschien is het wat dat betreft goed dat ik ook nog even uitleg. Kijk, we leveren de technologie, maar we leveren ook de kennis en de handjes voor het hotel om met die oplossing aan de slag te gaan. Dus je moet voorstellen, een hotelier is 9 van de 10 keer het leven, doet zijn ding omdat hij graag een goede beleving wil geven aan zijn gasten. Daar zijn ze ook vaak heel goed in. Maar de online verkoop van zijn aanbod, dat is een vak apart. Dus wij leveren hem de technologie, maar we leveren ook de mensen, de specialisten, die hem het werk uit handen nemen en voor hem die tooling, om het dan zo even te zeggen, in te zetten. Klopt. Ja. Oké. Okay. En die tooling, dat is het unieke daarvan. Dat betekent dat werkt op elke website. Ook zouden kunnen zeggen, je moet gewoon een nieuwe website bouwen. Want met die website die je hebt, daar kunnen we hoeveel regels code dan ook inzetten, maar dat wordt nooit wat. Maar je moet het eigenlijk zo zien. De meeste hoteliers hebben wel een boot waar ze mee kunnen varen. En de ene boot die vaart harder dan de ander. Wij leveren eigenlijk de buitenboordmotor die ervoor zorgt dat ze harder van A naar B gaan. Op een langzame boot werkt dat en op een snelle boot helpt dat ook. Ja, ik zie op jullie website eigenlijk vooral ook klassieke methodes als targeting, retargeting, het profilen van bezoekers, wat jullie blijkbaar denk ik ook doen. Klopt dat? Dat het vooral dat soort dingen. Nou, weet je, het gevaar met onze oplossing is dat je al heel snel in een heel technisch verhaal komt of in een verhaal vol jargon. Maar er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich bewegen online en waarop mensen te beïnvloeden valt. En dan moet je denken aan dat mensen gevoelig zijn voor autoriteit of sociale bewijskracht of reciprociteit. En wij proberen eigenlijk dat soort kennis toe te passen in onze technologie. Daar hoort targeting bij. En waarom is dat? Omdat jullie boodschap zo relevant mogelijk voor die bezoeker maken. Jullie leveren die software dat als ik één keer het hotel van site van een van jullie klanten bekijk, dat ik daarna tot in LinkedIn vandaag doodgegooid word met zo'n advertentie. Nee. Al die advertenties van Thailand. Ik ben voor de afgelopen 2 jaar geweest. Dit jaar ga ik naar Portugal. Ja. Zo, dat niet erop. Zo moet je dat niet zien. Nogmaals, wij doen is... Jullie doen dat wel, toch? Retargeting. Ja, behavioral targeting. Advanced Audience and Behavioral Targeting Methods. Ja, ja. Ja. Onze technologie beïnvloedt jou als bezoeker. Ja. En als we het hebben over targeting, wat je dan eigenlijk zegt is dat je probeert die boodschap zo relevant mogelijk voor die bezoeker te maken. Dat betekent niet dat we jou tot in de lente der tijd gaan beïnvloeden. Wat we wel doen, is we proberen, als jij als bestaande klant bij die hotel komt, je eigenlijk al gelijk een streepje voor te geven, waardoor jij misschien niet in de wachtrij hoeft te staan, maar gelijk een aantal voordelen krijgt die een hotelier vaak voor jou over heeft als vaste klant. Ja, laat ik het dan concreet maken. Ook op jullie website. Wat krijg je er wel bij? Dus even die targeting niet vergeten. Jullie leveren een notificatietool. Dus in de website komen dingen waardoor je notificaties krijgt. Met bijvoorbeeld wanneer de laatste boeking was van deze kamer. Jullie hebben een voucher tool in je software zitten. Ik dacht dat jij dat zou gaan vertellen. Maar waarom zei je dat eigenlijk niet? Jullie hebben een exit tool. Ik zie dat hij dat veel beter kan dan ik zelf. Dus, een online support chat. Ja. Dus als ik te lang op de website zit, dan kan die hotelier zeggen van, hey, kan ik je helpen? Waar zoek je iets wat je nog niet gevonden hebt? Ja.
jullie doen aan prijs vergelijken. Dus je kunt hotels met elkaar gaan vergelijken. Ja. Je kunt een unique selling point vergelijk engine hebben jullie erin zitten. Nou, ga zo maar door. Ja. Dus weet je, om het nou heel concreet te maken, volgens mij is dat waarmee je kunt onderscheiden, toch? Als je directe boekingen wil. Ja, nou, dat zijn allemaal manieren waarop je kan doen. Ik probeer het eigenlijk, maar daar ben ik dan waarschijnlijk niet goed genoeg in geslaagd. Ik probeer in Jip-Janneke-taal eigenlijk te vertellen wat de technologie doet. Hè? En het gaat erom, jouw eerste vraag was, wat doet het eigenlijk voor mij als gebruiker? Want ik heb toch al een oplossing. Ik probeer eigenlijk aan te geven dat je ziet dat er zowel vanuit de kant van de hoteliers als de kant van de gebruiker, de potentiële gast, eigenlijk veel te winnen valt als je die partijen dichter bij elkaar brengt. En natuurlijk gaat iedereen dan al heel snel praten over commissie, want dat is ook nu ook een verhaal. Er verdwijnen nu hele grote geldstromen naar derden, waar jij als gast niet bij gebaat bent en de hotelier allerminst. En ik probeer eigenlijk aan te merken dat wij een oplossing hebben die eigenlijk heel simpel voor de hotelier te implementeren valt, die door onze mensen, door specialisten ingeregeld wordt, zoals jij dat aangeeft, en die heel veel technologische features heeft, die het maken dat die software doet wat die doet, maar die eigenlijk niet zo heel interessant is voor de eindgebruiker. Nou ja, toch wel, want die hotelier die krijgt dus een, neem ik aan, een soort dashboard. Dan kan hij zeggen, nou, ik wil die chat tool gebruiken. Ja. Wat betekent dat als ik op zijn website kom en dan stelt hij in als iemand er meer dan 40 seconden zit en die doet niks, ploep, nou, dat is kan ik je helpen. Dat is een mooi voorbeeld. Ik vind dat geweldig. Ik gebruik dat ook heel veel. Wil jij dat ook? Ja. Ja, waarom dat een mooi voorbeeld is, kijk, er is eigenlijk geen één hotelier in Nederland, als je hier de straat uitloopt in Amsterdam, je vraagt aan een gemiddelde hotelier, dan zal hij zeggen, nou, mijn bezettingsgraad is top, hè, want Amsterdam doet het goed, mijn kamerprijs is ook top, ik ben alleen heel veel commissie kwijt aan derden en ik merk eigenlijk dat ik best wel ver van mijn gast afsta, dat is zijn pijn. En dan gaan wij met hem kijken van hoe kunnen we dat oplossen. Nou, de oplossing is dichtbij, alleen hoe we dat invullen, dat is een tweede. En de ene hotelier zegt, nou, ik moet er niet aan denken dat ik een supportchat heb. Want ik bestier dit hotel in mijn eentje. En straks moet ik ook nog zo'n chat tool gaan bedienen. Terwijl de ander zegt, hè, wat prettig is het als ik zo'n methode heb om eigenlijk dat hele onpersoonlijke kanaal, die website, wat persoonlijker te maken, wat gastvrijer te maken door jouw vraag te kunnen beantwoorden als jij binnenkomt en te zeggen van hoe kan ik je helpen? En jij zegt ja, ik ben benieuwd of je ook een oplossing hebt voor mijn allergie, want ik heb last van... Hey, ik snap me helemaal vanuit de hotelier, zeg maar, hè? Want die wil directe contact, die wil minder afhankelijk zijn van externe partijen. Tegelijkertijd, ik als vakantieganger, weet je, als ik een one-stop-shop heb, waar ik gewoon, en dat is ook de kracht van mij betreft, ook voor Airbnb geweest. Daarvoor, als je probeerde vakantiehuisjes te vinden in Griekenland, weet ik veel wat, moest je 100 sites langs. En nu heb je een plek, ook al is het misschien een beetje aan het loszingen van het originele concept, dat je bij mensen in huis kwam. Maar het is lekker, het is handig dat ik naar één plek toe kan gaan en gewoon de beste aanbieding kan vinden. Ja, toch ben ik wantrouwig in het dagelijks gebruik. Maar ik begrijp uit jouw business dat ik blijkbaar een van de weinigen ben die dat doet. Als ik ik gebruik Booking.com als een search engine. Kijk vervolgens, Booking heeft de websites er nooit bij staan van de hotels. Maar ik google vervolgens op naam en plek. Ga dan naar de website van het hotel om te kijken, want er staan vaak veel meer foto's en veel meer interessante informatie over dat hotel. Ja. Kijk vervolgens ook nog waar het duurder is en of het wat uitmaakt in de prijs. Ja. Als Booking dan goedkoper is, zeg ik eerlijk bij, dan doe ik het via Booking. Goed, een eenvoudige vraag is, denk jij van jezelf dat je representatief bent, ook in dit geval voor... Misschien dat ik jullie... Daar ga ik altijd vanuit. Maar blijkbaar is dat dan niet zo. Hier kan ik jullie wel wat achtergrondinformatie geven. Ja, er is onderzoek gedaan. Er is zowel onderzoek door Google gedaan als door Cornell University. Het zijn twee separate onderzoek. En uit beide onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de mensen op exact die manier zoekt zoals jij zoekt. Dus, sorry. Je gaat mij niet vertellen dat Stekel hier gewoon representatief is voor de gemiddelde
gemiddelde Nederlander. Wordt ook helemaal niet blij van. Nou, ja. En dit geldt dus wereldwijd. Dus dit is, ja, ja, ja. 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 Mr. Everett. Mr. Everett zit hier naast me. Ja. Ja. Dat jij nou ook zo goed gelovig bent. Ja, ja, mijn fout. Ja. Ja. En tegelijkertijd, en dat is natuurlijk het pijnlijke, dus meer, gemiddeld zo'n 75% van de mensen komt op de site, komt op de website, maar boekt niet daar. En 99% van de mensen verlaat de website weer en boekt op een andere manier. Ja, en daar doet Booking.com natuurlijk iets wel heel erg goed. Kijk, wat voor mij ook een reden zou zijn om via Booking te boeken, dat merk ik wel eens, is dat het naadloze integratie met de app, het gemak van betalen. Ik weet dat die reservering daarna in die app staat, hoef ik niet nog te checken en uit te printen. Weet je, dat klopt altijd. Ja. En daar hebben die hotels natuurlijk nog wel een flinke weg te gaan. Nou ja, en wat wij proberen is die hotels te helpen. Met het bevestigen van een reservering. Ja, precies. En nogmaals, wij proberen die hoteliers in staat te stellen om die online verkoop waar we het hier hebben te verbeteren. En dat doen we door slimme technologie en kennis te leveren aan die hoteliers. En dus wij leveren de software, wij leveren de specialisten die hen daarbij gaan helpen. En het is ons doel om het aantal directe boekingen weer te gaan verhogen. Okay. Hoeveel hotels hebben jullie inmiddels aangesloten? Een paar honderd. Okay. In Nederland? Of in Nederland en internationaal inmiddels, ja. Okay. Waar zijn jullie bezig? We zijn vorig jaar hebben we het bedrijf opgezet. Toen hebben we eerst de software gebouwd. Toen zijn we hier in Amsterdam met name met een klein groepje hotels in een beperkte groep gaan testen of het werkte. En toen bleek dat het werkte en we goede resultaten haalden, zijn we verder gaan ontwikkelen en hebben we... Geef daar eens wat cijfers over. Hoe goed werkt het? Hoeveel verhoogt het? Nou, je moet je voorstellen dat we bij individuele hotels wel 25% en meer directe boekingen genereren. Ja, okay. Dus dat is heel veel. Hè? Dus dat levert hen direct een besparing op hun commissie aan derden. Dat levert ze direct meer omzet op. Ja. En het levert ze vooral een sterke relatie met hun eigen klant op. Ja. Ja, even daarover. Hè. Ligt eraan op wie je richt natuurlijk. Als je op zakenmensen richt die vaak naar dezelfde stad gaan, dan bouw je een relatie op. Maar als je mensen die op vakantie gaan, komen niet vaak in hetzelfde hotel. Nee, maar in beide gevallen geldt dat jij als gebruiker zo'n goed mogelijke service tegen een competitieve prijs wilt hebben. Hè, en de middleman, die kan heel veel gebruikersgemak leveren, zoals jij dat aangaf in jouw voorbeeld met een naadloze app, gebruikersgemak, et cetera. Maar die kan toch niet die naadloze dienstverlening aanleveren die hotelier wel kan, als hij met jou direct in contact staat. En er zijn natuurlijk toch best wel veel hotels, met name met de seizoensgebonden dingen, ik denk aan wintersport en zo. Weet je, wat wel zo werkt, dat als ik gewoon een leuk mailtje of iets krijg van dat hotel waar ik 3 jaar geleden geweest ben, wat heel goed beviel, maar wat ik nu alweer vergeten ben, dat werkt natuurlijk wel, aantoonbaar. Ja. Absoluut, dus, absoluut. Maar nou zie ik wel, want dat begrijp ik dan niet helemaal, ik zie heel vaak als je via Booking.com of een andere bemiddelaar iets boekt, dat je toch bij aankomst even een formuliertje in moet vullen met je e-mailadres, uiteraard. En vind je dat prettig? Nou ja, ik snap dat wel dat ze dat willen weten. Ja. Dus ik vind dat niet erg. Maar dat is toch eigenlijk een beetje een achterhaald principe. Dus voor jouw gevoel als gebruiker heb ik alles al ingevuld. En dan kom ik daar, dan moet ik eigenlijk opnieuw mijn gegevens achterlaten. En dat komt eigenlijk voort uit wat ik eerder aangaf. Is dat die persoon, of in dit geval die hotelier, eigenlijk helemaal niets van je weet. En dat gaat nog niet eens om de... Maar zelfs de basics om jou gewoon de betaling en de klantgegevens in orde te maken. Wanneer komt nou het moment dat hotels ook gewoon hun kamers weer goedkoper op hun eigen site gaan aanbieden ten opzichte van Booking? Nou, dat komt op het moment dat zij niet meer afhankelijk zijn van derden die ook nog eens een keer hun prijs bepaalt. Ja, want het gaat heel ver, hè? Je mag, Als hotelier in Nederland mag jij niet op je website een prijs aanbieden. Onder die op Booking. Ja. Hey, dus de vraag is natuurlijk ook, zowel als eindgebruiker als hotelier, of de markt erbij gebaat is dat de balans zo erg is doorgeschoten naar één kant. He, dus nogmaals, wat wij willen proberen, en daarvoor doen we ons stinkende best, is om ervoor te zorgen dat de hoteliers weer een eerlijke kans maken om gewoon een flink deel van hun boekingen ook zelf te doen. Zullen er derden blijven bestaan? Ja. Is dat erg? Nee. Leveren ze gebruikersgemak? Ja. Maar ik denk dat een hotelier
die uiteindelijk zijn product het beste kent, in staat moet zijn om dat ook zelf te kunnen verkopen, om niet geheel afhankelijk te zijn van derden en om jou gewoon als gebruiker een goede dienstverlening tegen een eerlijke prijs te geven. Op termijn, als jij die duizenden klanten hebt, is het voor jullie ook nog een optie om dan weer de paraplu eroverheen te creëren? Dus jullie weer een plek creëren waar al die hotels die jullie een handje helpen. Ja. Want ik vind namelijk toch echt, ik weet dat hij gaat graag al die hotels langs. Ja. Maar ik vind gewoon één centrale plek best wel lekker. Maar die centrale plekken die zijn er al. Dus het is niet onze ambitie om een tweede, het woord is vandaag vaak gevallen, een tweede booking.com te worden. Want die zijn er al. Hey, nogmaals, wij willen de hotels, en of dat nou een individueel hotel is, en of het er nou eentje in de periferie is die afhankelijk van de seizoensgasten is, of een zakenhotel in een binnenstad, en of het een keten is of meer een boutique hotel. Wij willen hen helpen met het verkrijgen van meer directe boekingen. En te zorgen dat er weer een gezonde balans in die markt ontstaat. En die markt is heel groot. Hè. Er zijn wereldwijd minimaal 500.000 hotels. En wij zijn ervan overtuigd dat wij meer impact kunnen maken. Als we dat enerzijds natuurlijk voor meer hotels doen. Maar anderzijds zie je ook dat naarmate we meer schaal krijgen, we eigenlijk steeds beter in staat zijn om de dienstverlening te bieden die je wilt bieden. Omdat je steeds beter begrijpt wat wel werkt en wat niet werkt. Enerzijds werk je met software, met technologie. Ja. Anderzijds moet je, zeg maar, elke hotelier, je zegt, één voor één overtuigen, lijkt mij. Is voor jullie, is marketing, sales, is dat een belangrijk deel van jullie bedrijf? Ja, dus vandaar ook terugkomend op de vraag hoe lang we bestaan. We zijn eerst begonnen om de technologie te ontwikkelen en om die te testen. En nu zitten we inderdaad in de fase dat we hotels gaan vertellen wie we zijn, wat we doen en hoe het werkt. Het is zo innovatief. Ook in andere markten ken je eigenlijk deze oplossing niet of nauwelijks. En wij hebben ons echt toegespitst op de hotelmarkt. Enerzijds om de focus en anderzijds omdat we echt die pijn daar zien. En dat verhaal moeten we wel vertellen. Ja. Ja, hebben jullie een investering of doe je het op eigen kracht? We doen als oprichters investeren we erin en we hebben ook een groep investeerders die ons steunt. Informals op dit moment nog? Ja. En dat zijn mensen die... Wanneer komt het moment dat jullie echt groot geld nodig hebben voor marketing en publiciteit? Nou ja, zoals ik eerder aangaf, we doen dit echt, we hebben een hoog ambitieniveau. Ondanks dat we net begonnen zijn, hebben we nu al hotels aangesloten in 10 landen. En daar willen we snel nog veel landen aan toevoegen. Dus kapitaalbehoefte is in deze aanvang van het bedrijf is groot. Dus er zullen zeker nog momenten komen dat er... Dat we naar buiten zullen brengen dat we geld hebben aangetrokken. Ja. Ja. Wat heb je hiervoor gedaan? Kom je uit deze wereld? Zeg? Ja, dat is, zowel mijn partner Casper als ikzelf hebben allebei een achtergrond in de online wereld. Hij heeft hiervoor een online marketingbureau opgezet. En ikzelf kom uit de e-commerce. Ik heb altijd producten online verkocht. En het is ook die kennis die we toepassen, nu specifiek voor deze branche. Conversie. Ja, conversie en overtuiging. Want het belangrijkste wat je ziet is dat, ik denk dat je de drempels moet verlagen voor iemand om te bestellen. Dus nogmaals, jij refereerde aan het gebruikersgemak. Maar het is ook bewezen dat mensen behoefte hebben, bijvoorbeeld aan betrouwbaarheid, aan het weten dat bijvoorbeeld, vandaar onze prijscheck, dat de prijs die ze betalen op de website de beste deal is die ze op dat moment kunnen krijgen. Door bijvoorbeeld sociale bewijskracht, dat je kan laten zien hoeveel mensen dit hotel op een bepaalde manier beïnvloeden. En dat soort principes proberen we op een slimme manier toe te passen om die hoteliers te helpen. Is dit dit mechanisme en de techniek die we hebben, is dat nog? Zie je dat ook? Je bent hiermee bezig, snap ik. Maar zou dat van toepassing zijn nog op andere gebieden, op andere terreinen? Absoluut. Want we hebben zien overal natuurlijk de marktplaats ontstaan die winner takes all principes hanteren. Ja. Zijn dat waar zie je nog meer de mogelijkheden?
Nou ja, ik denk dat er veel industrieën te bedenken zijn. Ik zou het eerder moeilijk vinden waar niet. Ik denk dat er overal wel het haakje zit. Maar nogmaals, waar wij elke dag voor opstaan is om die hoteliers te helpen. Wij zien ons als vriend van die hotelier. En we denken ook dat de focus op zo'n markt je helpt om daar gewoon veel beter in te worden. Want het is een aparte markt met zijn eigen jargon, zijn eigen bewegingen, et cetera. En dit is een markt, en dat geldt niet voor elke markt, al geldt het online principe wel, dat de winner takes all. Maar dit is een markt waarin twee hele grote partijen veel macht hebben. En eigenlijk degene die de dienst verleent, degene die aan jouw bed staat en jouw bed opmaakt, eigenlijk met lege handen staat. Nou goed, dan nog voor mij de laatste tip van een ervaringsdeskundige. N is 1. Ja. Zeg tegen al die hoteliers dat de manier om directe boekingen te krijgen is vooral voor wat kleinere hotels. Dus niet met standaard kamers, maar met mooie verschillende kamers. Geef de klant de optie om een concrete kamer te boeken. Dus met balkon op het zuiden. Dus niet een tweepersoonskamer, maar die tweepersoonskamer met dat grote raam en dat uitzicht. Dat is voor mij de reden dat ik op de individuele hotels zit. Nou, dat is een hele goeie. En bij boeking kan het niet. Nee. Dus moet je afwachten. Nou, ik denk een heel goed voorbeeld van een service die een hotelier wel kan bieden, omdat hij over dat aanbod beschikt en een derde niet. Precies, dus, dat moet je ook nooit aan derde leveren. Ja. Dus je moet, dat soort cruciale dingen moet je gewoon voor jezelf houden. Kijk over een paar weken nog eens op onze website hotelchamp.com en kijk of die tool er tussen staat. Ja, dus, stuur ik je wel een rekening. Dit is een mooi bruggetje naar alle mensen die nu kijken, want we hebben sinds vanavond een nieuwe dienst en Stakel verzorgt die. Dus wil je gewoon de beste vakantie naar welke bestemming dan ook? Ja. Je mag zelf eerst bij boeking beginnen, maar daarna kan je zeggen... En dan zorg ik dat je in het hotel van jouw keuze niet alleen een goede relatie met de eigenaar krijgt, maar ook die ene kamer met dat balkon op het zuiden waar je heerlijk op je terrasje een boekje kan lezen. Zo is het. Topneems voor al uw vakanties. Dankjewel voor het kijken. Wij zijn er pas weer in september, maar dan grootser dan ooit. We zijn eigenlijk al 5 jaar bezig. Maar... We beginnen met een groot feest. Ja. Even noteren, de eerste week van september, de datum. Hebben we nog niet, maar we hebben hiervan nu verteld wat het gebeurt. Let op, we gaan het vieren, we bestaan 5 jaar. Ja, we danken ondertussen 2ML voor de hosting van de website van Fast Moving Targets. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. En we danken Bier & Co. voor de biertjes. Dit keer waren ze, zijn altijd sowieso mooi vormgegeven. Soms kan ik niet even helemaal, dit is Easy IPA, ik vind hem lekker. Ik vind hem ook lekker. En omdat het de laatste uitzending voor de zomer is, danken wij ook Martinus achter de knoppen. Daar, Johan Schaap, die daar zit, die altijd de gasten regelt. Waarvoor dank. En dan zien we jullie volgens mij na de zomer. Dag. 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 Dit was voor mij de laatste. De allerlaatste was voor mij. Ha ha ha.